De Goede Week begint met Palmzondag. Christus wordt dan feestelijk onthaald in de stad, in Jeruzalem. Maar hoe rijm je die uitbundigheid met wat er amper enkele dagen later gebeurt? Ja, het is op zichzelf chockerend eigenlijk. Ik heb dat ook altijd zo beleefd in de liturgie. Ieder jaar opnieuw, als ik dan moest voorgaan in de abdij. Het Hosanna roepen op de esplanade van de kerk en dan, ja, een half uurtje later, nog zes minder, hoor je dan het passieverhaal. En je zegt, maar het zijn dezelfde mensen die daar roepen kruisigen. Dus hoe is het mogelijk? Je kan dan denken, ik zou moeten toen geleefd hebben, ik zou dat zo niet gedaan hebben. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik zou eigenlijk antwoorden, ja, zo zitten wij in elkaar. Op het ene moment roepen we Hosanna. Hosanna betekent red. Red ons. En we hebben het natuurlijk voor Jezus als hij ons redt. Er zijn meer mensen die naar de kerk gaan in de coronaperiode. Want ze zijn een kaartje branden, want we hebben redding nodig. En ja, Jezus in Jeruzalem, als hij daartoe kwam, dan werd hij gezien. Als hij die al veel mensen genezen had, werd toegejuicht. Hij zou het nog meer gaan doen. We gaan hem koning kronen. Men had misschien niet gezien dat, wat het hoofdthema is dit jaar in het Marcus-evangelie. Heel die passage rond Palmzondag wordt eigenlijk bijna alleen maar geconstrueerd rond het feit dat Jezus op een veulen zit. Het gaat eigenlijk over dat veulen. We zetten meestal de evangelies door elkaar, maar als je alleen maar Marcus leest, dan gaat het over dat veulen. Jezus zit niet op een strijdpaard. Hij is de nederige koning, hij is de koning van de vrede. De mensen zien Jezus de genezer, maar ze zien te weinig het symbool. Hij komt met de vrede. Dus de identiteit van Jezus wordt uitgedrukt door het feit dat hij op een veulen zit. En dan, we vinden diezelfde identiteit terug, maar met een totaal verschillende reactie, enkele momenten later in het passieverhaal. Ja, het hangt ervan af welke evangelie je leest, maar ondertussen heeft Jezus al de tempel gereinigd. Dat is minder sympathiek natuurlijk. En hij komt in confrontatie met schriftgeleerden en de oudsten van de godsdienst. Hij komt ook in confrontatie met de politieke leiders. Als men van iemand beweert dat hij zichzelf uitgeeft als koning, dan is dat niet zo aangenaam voor de machthebbers natuurlijk. Dus daar komt hij in spanning met anderen. Het is dezelfde Jezus. Hij heeft dezelfde identiteit. Maar wij veranderen van register naar gelang het ons goed uitkomt. Hosanna, red ons. Ofwel, kruisig hem, dat hij maar verdwijnt. En Palmzondag drukt die twee uit. En we worden eigenlijk met onze neus geduwd, niet alleen op wie Jezus is, maar ook op wie we zelf zijn. En dan stel ik bij de vraag van, wie is Jezus voor mij? Is het alleen maar hij waarvan ik het heil verwacht? De genezing? Het komt mij goed uit van gelovig te zijn? Of volg ik hem ook op zijn weg naar het kruis? Jezus heeft gezegd, wie mijn volgeling wil zijn, hij moet zijn kruis opnemen. Dat is minder aangenaam natuurlijk. En met welk perspectief? Palmzondag is een van de zondagen die mij het meest uitdagen als het gaat om mijn eigen gevoelens naar Jezus toe. Op Witte Donderdag gedenken we de instelling van de Eucharistie. Wat betekent dat voor u als monnik, als priester, als bisschop? En hoe beleeft u die dag? Witte Donderdag beleef ik in de eerste plaats zoals iedere christen. Witte Donderdag is het begin van het Paastriduum. De drie dagen die Pasen uit te maken als je wil. Het begint de donderdagavond met het laatste maal.
en eindigt met de Vespers van zondag. Dus 3 volle dagen. In deze eucharistieviering die wij vieren, de plechtige eucharistieviering van Witte Donderdag, gebeurt er eigenlijk heel veel. De mensen denken spontaan natuurlijk aan de instellingswoorden. Het is, zoals men zegt, het is de eerste mis, het is de eerste eucharistieviering. Maar er zit veel meer achter. Want wat is de betekenis van die eucharistieviering? Jezus zal zanderdaags de vrije dag gekruisigd worden. Hij weet dat hij naar de dood toe gaat. Hij breekt het brood en geeft de wijn, deelt die rond. En zegt, het is mijn lichaam en mijn bloed. Wat betekent zoiets? Voor mij betekent het 2 dingen. Hè. In de eerste plaats, Jezus zegt, ja, ik deel mijn lichaam en mijn bloed. Ik deel wie ik ben. Ik deel mijn leven. Ik geef het aan jullie. Dat is de betekenis van wat de volgende dagen zal gebeuren. En als jullie dat nuttigen, als jullie daar deel aan hebben, dan is het om te worden wat ik zelf ben. Ook jullie moeten zich geven aan de anderen. Jullie moeten ook het leven delen. Gebroken brood om gegeten te worden. Dat is 1 dimensie daarvan, een heel belangrijke dimensie. Als ze de communie ontvangen en de priester zegt het lichaam van Christus, het bloed van Christus, en jij zegt amen, dan betekent dat ik aanvaard van te worden wat ik krijg, wat ik word. Ik moet worden wat ik ga nuttigen. Ik moet worden als Jezus. Ik moet mezelf geven. Dat is de eerste betekenis. En ik denk dat we die op Witte Donderdag opnieuw kunnen bedenken en daar bewuster van worden. De tweede is de betekenis van Witte Donderdag, dat eigenlijk is Pasen al begonnen. Het is trouwens een prachtige, het is geen trieste gemis, Witte Donderdag. Er staan veel bloemen, de klokken luiden enzovoort. Want Jezus toont daar dat hij eigenlijk de dood aan het overwinnen is. Wat hij zou moeten ondergaan, als het ergste wat er kan gebeuren, dat is een kruisdood. Zeker in die tijd, maar er zijn folteringen vandaag die niet moeten veronder doen. Daar zegt hij, maar wat ik normaal zou moeten ondergaan, als iemand die niet anders kan, ik beslis van dat te doen. Ik breek het brood, ik geef mijn lichaam nog voordat het mij afgenomen wordt. En dat is wat wij de vrijheid noemen van de kinderen Gods, de christelijke vrijheid. Het leven kan je ontnomen worden, maar op het moment dat de beul je leven gaat nemen, kan je zeggen, ja maar, ik geef het. Dat is een heel groot verschil. En dat geven, dat wordt dan bijzonder op Witte Donderdag eigenlijk uitgelegd door het feit dat men als evangelie niet de instellingswoorden leest, wat eigenlijk verwonderlijk is op zich, maar wel dat men het evangelie heeft van de voetwassing. De 3 synoptici, zoals wij zeggen, dus de 3 evangelisten, Marcus, Matthäus en Lucas, vertellen het verhaal van het laatste avondmaal, zoals we dat terugvinden in de eucharistieviering. Johannes heeft die instellingswoorden niet, die wij uitspreken tijdens de consecratie. Hij heeft de voetwassing. Ik zou bijna zeggen in de plaats van, maar het is beter van te zeggen, het gaat samen. Ze gaan samen. Jezus zegt daar, en hij stelt daar eigenlijk een sacrament in. Ook al behoort de voetwassing niet tot de 7 sacramenten, in de eerste eeuwen werd het ook beschouwd als een sacrament. De voeten wassen van de anderen, zoals ik dat gedaan heb, dat is dienaar zijn van de anderen.
Ja, als je dan vraagt, wat doe je daarmee als bisschop? Ik heb dat niet veel kunnen beoefenen, want het kon niet doorgaan vorig jaar. Ik heb het wel beoefend als abt. Dat zijn voor mezelf ook indrukwekkende momenten. Als je de voeten gaat wassen van je medebroeders, dan is dat meer dan een ritus. We doen het dan ook met een aantal gasten. Dat zijn altijd broeders en gasten die deelnemen aan de voetwassing. Het blijft een heel, heel sterk symbool. Een hele sterke gest. Ik weet ook nog, toen ik zelf gewoon monnik was en dat de abt mijn voeten kwam wassen, dat ik de eerste keer een echt goesting had om te protesteren zoals Petrus. Dat ga je niet doen. En toch gebeurt het. En daartoe zijn we uitgenodigd. Dus weet je, donderdag, het is je leven geven, zoals Jezus het gedaan heeft. Die vrijheid leren waarmee hij naar de dood toe gaat, waarmee hij op voorhand zegt, ik geef mijn leven voor u, het mij kan afnemen. En dat gegeven leven, dat drukt zich heel concreet uit in de dienst naar de naaste toe. De dienst van de medemensen, de mensen die met ons samenleven, of ze het moeilijk hebben of niet, in ieder geval kies ik het leven van de dienaar, zoals Jezus dat gedaan heeft. God is dood, hoor je soms wel eens, hier en daar zelfs, zeer nadrukkelijk. Maar waar zat God op Goede Vrijdag? En waarom moest Christus sterven, verlaten door alles en iedereen? Het is een hele moeilijke vraag. De confrontatie met het lijden van Jezus en de confrontatie met het lijden in het algemeen heeft mensen gebracht tot ongeloof. Ik herinner mij nog dat ik het boekje las, Biecht van een Heiden van Marnix Gijzen, waarin hij beschrijft waarom hij ongelovig geworden is. Hij heeft twee elementen aan en ik kan daar heel goed in komen. De incarnatie, als God God is, dan kan je toch niet zeggen dat hij een mens wordt. Dat rijmt gewoon aan niks. En dan misschien nog een fundamenteler vraag, opwerping. Als God God is, hoe kan hij dan het lijden toelaten? En we worden daar direct mee geconfronteerd, op Goede Vrijdag, want als Jezus de Zoon van God is, hoe kan hij dat voor zijn eigen Zoon toelaten? Goede Vrijdag is een van de meest pakkende dagen van het jaar. Als ik voor het kruis sta, ik denk dat we moeten onszelf dwingen van stil te staan voor het kruis. In het Westen is het kruis vandaag iets vreselijks eigenlijk. Het is iemand die daar hangt te sterven. Het is te ver van de mooie iconen die de triomferende Christus tonen. De eerste reactie is, denk ik, is gewoon stil worden. Niet stil worden om een oplossing erop te krijgen, want de vraag wordt dan nog sterker. Als je dan echt stil geworden bent voor die stervende man, dan hoor ik telkens jaar opnieuw de stem die Elie Wiesel laat horen in zijn heel pakkende tekst, De Nacht. En dan zeg je, waar is God? Dan komt die vraag. Ik weet niet waar God is. Wat ik wel weet, dat is dat dat Jezus het antwoord geeft, dat hij zelf het antwoord geeft. Niet waar is God, maar wie is God? En als je dan kijkt naar het kruis, dan zeg ik, zo is God.
Ik kan best begrijpen dat in sommige godsdiensten zo'n uitspraak eigenlijk godslasterlijk is. Ten eerste is het God onterend, het is mens onterend. Wat zou het dan niet God onterend zijn? Ofwel zeg je dan, ja, als het God is, dan is hij inderdaad dood, want hij hangt aan dat kruis. Dat is ook wat sommigen gaan zeggen. Daar is God ook gestorven. Dat is niet de bedoeling als wij zeggen, zo is God. En dan kom ik op de vraag van, moest Jezus sterven? Ja, we moeten van een bepaalde theologie af in het Westen. God die ons beschuldigt en die de schuld opeist en het moet uitgeboet worden. Dat bestaat in een bepaalde theologie. Eigenlijk is dat afgrijselijk. En kan een reden zijn inderdaad van, om te zeggen, van die God wil ik niet. En ik zeg dat ook. Jezus moest voor God niet sterven. Jezus moest trouw blijven aan de liefde. Dat wel. En ik zou dan wereld in de Bijbelse betekenis tegenstellen aan God hier. De wereld waarin Jezus kwam, de wereld van duisternis, die kon met die liefde niet geen weg. En dan moest Jezus wel sterven. Hij moest sterven in de logica van de oppositie tegen de liefde zoals hij die bracht. Voor God moest Jezus niet sterven. Hij moest leven brengen. Hij moest ons redden. Hij is ons ook komen redden. Maar in een bepaalde logica moest hij wel sterven. We slaan die twee logica's door elkaar. Maar God is, zoals hij zich daar getoond heeft, trouw aan de liefde tot op het einde. Om dat beter te begrijpen, zou ik verwijzen naar twee dingen die heel actueel zijn. Voor mij toch, ja, op een bijzondere manier. Ik zou verwijzen naar de biografie van Oscar Romero. Je leest daar heel goed wat dat is, moeten sterven. Oscar Romero was dus bisschop in Salvador, hij was aartsbisschop. Het was niet een man die wou sterven. Hij had angst voor de dood. En hij voelde aan dat door aan de kant te gaan staan van de armen, op een bepaald moment werd dat voor hem politiek heel gevaarlijk. Hij had de keuze van te zwijgen of zich terug te trekken, of te blijven doorgaan in die band dat hij had als herder, als bisschop, naar de armen toe. En te beseffen op een bepaald moment, als ik dat doe, dan staat mijn leven op het spel. En hij is ook vermoord geworden. Dat is trouw blijven aan de liefde, dat is niet de dood zoeken. Dat is ook God niet die vraagt dat Oscar Romero zou sterven. Maar in een bepaalde logica moest hij dat wel doen. Om het nog actueler te stellen, want iedereen kan het meemaken als hij wil. Ik zou zeggen, het is een goede periode, de vaste periode, om eens de film opnieuw te gaan bekijken van Les Hommes et les Dieux. Waarmee de broeders van mij trouw gebleven zijn tot op het einde aan hun engagement. Ik heb die broeders gekend. Het is nog altijd alsof het gisteren was voor mij. Op een bepaald moment hebben zij gedacht van te vertrekken uit Algerije. Al was het maar omdat men de moslims, hun vrienden, niet zou kunnen beschuldigen van moord op hen. Je ziet dat heel goed in de film. Het is een prachtige passage waarin zij zeggen aan hun geburen, goh, we zijn als vogels op het dak. We hebben gedacht van te vertrekken, we zijn alleen maar, we vragen ons af op welk moment. En dan zegt die vrouw, maar jullie zijn de tak waarop wij zitten. En als jullie vertrekken, weten wij niet meer waar naartoe. Dan hebben zij uit trouw
aan de liefde voor hun geburen beslist van, wij blijven. Daar zie je waarover het gaat eigenlijk. Trouw blijven aan de liefde. Het is moeten en niet moeten. Het is moeten in de logica van de liefde, waar je zegt, ik blijf in ieder geval trouw. Maar ik zoek niet het martelaarschap op. En daar gaat het om. Stille zaterdag is een dag die vaak wordt vergeten. Maar waarom is die dag toch belangrijk? Ja, die stille zaterdag. We weten vaak niet goed wat ermee te doen. Stille zaterdag, we vinden niks over in de Bijbel. En dan, er gebeurt eigenlijk ook niks die dag. Het is de enige dag van heel het jaar waarop er niet alleen geen Eucharistieviering is, want er is ook geen op Goede Vrijdag, maar waar ook geen communie uitgedeeld wordt. Dus het enige wat overblijft zijn de gebedstijden. En toch is die belangrijk. Men heeft het misschien vooral begrepen in de Oosterse theologie, waar men veel meer beelden heeft om het uit te drukken. Wat is Stille Zaterdag voor ons? Dat is als Jezus neerdaalt ter helle. Dat staat ook in het credo. Wij geloven daarin. We moeten dat ook geloven. Wat is de betekenis daarvan? Het heeft toch wel een hele diepe betekenis. Jezus is dus echt dood gegaan. Hij is neergedaald, kan je zeggen. Om een ruimtelijk beeld te gebruiken. Hij is onder de aarde gedaald in het rijk van de doden. Dat is eigenlijk voor ons een troostende gedachte. Dus Jezus is niet alleen door de dood heen gegaan, door een van de vreselijkste doden die je kan meemaken, maar dan nog onrechtvaardig, verlaten door iedereen, door de Joodse leiders in de godsdienst, gekruisigd door de Romeinen, dus de bezetters, en eigenlijk ook verlaten door zijn leerlingen. We moeten dat ook niet vergeten. Jezus is helemaal alleen gestorven. Dus dat dodenrijk, waar je zo alleen bent, waar de relaties ophouden te bestaan, hij is er geweest. Het feit dat Jezus nedergedaald is ter helle, betekent dat er geen enkele plaats is waar hij niet gekomen is. En dat is bemoedigend voor ons. Er is geen enkele plek waarvan je kan zeggen, waarvan je mag zeggen, ja, hier ben ik dan ook letterlijk God verlaten en Jezus verlaten. Nee, hij is er geweest. Hij is er geweest, zoals we kunnen, vind ik heel mooi, lezen op de Oosterse iconen, om de mensen eruit te halen. Hij is de boodschap gaan brengen van ook jullie zijn verlost. De mensen die al zoveel eeuwen en mensenheugenis al overleden zijn en Jezus niet hadden kunnen kennen, ook zij zijn verlost. Die boodschap is hij gaan brengen. En dan zie je het verrijzenis-icoon waar Jezus de poorten van de hel vertrapt en Adam en Eva en alle figuren die in de Bijbel vernoemd worden, uit die plaats van verdoemenis eigenlijk bevrijdt en meetrekt. En de Stille Zaterdag, dat is dus de dag waarop wij eigenlijk de communio voelen. Het delen van zij die overleden zijn. Je zou het daarbij kunnen houden en zeggen, ja, het leven is dan ook gedaan. Daar waar wij denken dat het leven gedaan is, daar komt Jezus wel en ik kom zeggen, ja, maar ik kom bij jullie. Ik ben ook dood voor het ogenblik. Maar ik laat jullie niet alleen, zelfs jullie niet.
Dus niemand die moet wanhopen. Voor mij is dat Stille Zaterdag. Het is eigenlijk een heel troostende dag. Waarin je je voorbereidt op Pasen. Het is nog niet Pasen. Maar er is ook geen lijden meer, want iemand die dood is, die lijdt niet meer. Het is zo echt een kantelpunt tussen het einde van een werelds bestaan en een nieuw leven dat begint. En het is heel troostend van dat te mogen meemaken. Op zondag vieren we Pasen. Eindelijk, de Heer is verrezen. Maar wat betekent dat eigenlijk, de Heer is verrezen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik zou graag beginnen met een citaat van Isaac van Ninive, dus rond het jaar 700, lang geleden, die uitspraak gedaan heeft, die misschien voor sommige christenen chockerend zal zijn. De enige echte zonde is te twijfelen aan de verrijzenis. De verrijzenis, dat is wat wij noemen het kerygma, dat is wat wij belijden, dat daarvoor zijn we christen. En ik weet heel goed dat ik dat zeg in een wereld en in een maatschappij waarin sommige christenen zullen zeggen, ik geloof dat niet. Maar daar gaat het om. Ja, wat kan ik daar meer van zeggen? We proberen ons dat voor te stellen. Dat was de vraag. Hoe stel je dat voor? En dat is ook, inderdaad ook misschien het eerste wat men voor zichzelf wil vinden. We kunnen ons dat niet voorstellen. We kunnen dat beleven. We beleven de verrijzenis. Dat wel. We zien de kracht van de verrijzenis in het feit dat martelaars trouw blijven tot er dood. Dat martelaars zijn mensen zoals wij. Ze hebben schrik van de dood zoals wij. Maar ze ontvangen de kracht om trouw te blijven. Ja. Martelaars zijn niet altijd grote theologen. De schilders hebben geprobeerd van de verrijzenis uit te beelden, dat is bijna altijd een beetje ontgoochelend. Wat mij aanspreekt, dat is persoonlijk, maar dus ik hou heel veel van het retabel van Grunewald in Colmar. Dat is een van het retabel van Grunewald, wat het meest bekend is, dat is de kruisiging. Het is misschien de meest afgrijzelijke voorstelling van een kruisiging die ik ken. Ik ken maar één iets dat erger is, dat is The Passion van Mel Gibson. Ik ben onbekwaam om een tweede keer de foltering van Jezus te zien, de geesteling van Jezus. Ik heb dat één keer gezien, ik heb de film nog twee of drie keer nadien gezien. Ik heb altijd de ogen gesloten als ik in een filmzaal zat. En of als ik zelf de film kon doordraaien, dan sloeg ik dat over. Ik kan daar niet tegen. Het is erger dan het schilderij van Grunewald, omdat je de handeling ziet van het geestelen. Het duurt te lang. Maar op het schilderij van Grunewald zie je wat ik denk dat het zo geweest is. Ik denk dat de realiteit zoiets was. Hè. En dan, wat men minder bekijkt in dat retabel, dat is de achterkant van het retabel waarin de verrijzenis weergegeven wordt. Ik vind het wel een van de mooiste schilderijen daarover. Grunewald, je moet eens kijken op Google, je ziet daar, Google afbeeldingen, Grunewald, voilà, de verrijzenis. Jezus is alleen licht, bijna. Hij is zodanig veel licht dat je bijna zijn lichaam niet meer ziet. Je ziet alleen twee ogen en dan de wonden zie je, de wonden in zijn handen. En dan de onderkant van zijn lichaam zie je en een rood kleed. Dus, het verblindende licht is misschien nog het beste beeld. Hè. Maar wat ik mooi vind bij
Grünewald, dat is dat je ziet dat het gaat om een persoon. Het is niet alleen maar licht in een abstracte zin van het woord. Het is een mens die licht is. Met ogen, met de wonden in de zijde en de wonden in de handen die de gekruisigde tonen. Maar het is allemaal zo onvolmaakt als voorstelling. Ik verwijs liever naar de kracht van de verrijzenis die we kunnen meemaken. En dat is weer een vrucht van het doopsel voor de christenen. Ik denk dat eigenlijk in heel ons leven draait rond twee polen. De angst voor de dood en de vraag naar liefde. Dat zijn, met die twee woorden kan je alles uitdrukken. Iedere vraag die ik stel, hoe materieel ze ook is, aan iemand om mij te helpen, of om mij te helpen in het werk, of om een dienst te leveren, of wat dan ook te doen. Onderliggend aan iedere vraag is de vraag naar relatie en naar liefde. Dat is eigenlijk de enige vraag. Positieve vraag. En de enige angst die ik heb, dat is de angst voor de dood. En die drukt zich uit onder alle andere vormen van angst. Als ik angstig ben om besmet te worden van de coronavirus, dan is het, dat gaat het niet om die virus. Dan gaat het erom, ik ga misschien doodgaan. Ofwel, als ik ziek word, dan heeft dat iets van de smaak van de dood. Iedere ziekte heeft dat. Ja. Mijn werk kwijt zijn, dat is een rouwproces. Het is een rouwproces ten opzichte van het vorige werk misschien. Maar het is een rouwproces vooral ten opzichte van, het heeft iets van de dood. Ja. Toen ik 40 jaar was, heb ik de midlife-crisis meegemaakt, maar ik wist het niet goed. Maar ik had een periode waarin ik voelde me niet zo goed in mijn vel. En ik vroeg aan een vriend psycholoog, wat betekent dat toch? Ik ben niet zoals ik gewoonlijk ben. En dan, ik ben meestal toch optimistischer in het, ik sta optimistisch in het leven. En hij zei, dat is de midlife-crisis. Want daar ben je geconfronteerd met de dood. En ik had aan de dood niet gedacht natuurlijk. Ik was nog maar 40 jaar. En toen hij dat zei, het is jouw eerste confrontatie met de dood, toch een van de confrontaties, het was niet de eerste keer. Dan heb ik gevoeld dat hij gelijk had. Als je 40 bent, dan zeg je in je leven, tot nu toe kon ik eigenlijk nog altijd dromen dat alles mogelijk was. Ik kon opnieuw studies beginnen, een ander werk kiezen. Ik kon nog huwen. En vanaf je leeftijd ga je zeggen, er zijn dingen die niet meer mogelijk zijn. Ik moet daar niet meer van dromen. Ik ben mijn almacht kwijt. Of toch een bepaalde vorm van macht. Dat is een rouwproces. Want het is een echte confrontatie met de dood. Met de dood zal je alles kwijt zijn. Kwijt tussen aanhalingstekens. Dus ik zou zeggen, alles wat angst heet, heeft met de dood te maken. En alles wat met vragen naar leven is, heeft te maken met liefde en relatie. De verrijzenis, om op ons thema terug te keren, want daar gaat het toch om. De verrijzenis is mogen geloven, omdat het is ook gebeurd in Jezus. Het is gebeurd met veel medemensen die de verrijzenis in hun leven beleven, die de sterkte daarvan tonen. Dat is niet alleen geloven, maar ook de ervaring opdoen dat het leven sterker is dan de dood. En dat dus in die tweepoligheid van dood en liefde, die tegen elkaar staan, dat de liefde sterker is dan de dood. En ik sta altijd voor die keuze, heel mijn leven lang. Welke weg kies ik? Zoals Deuteronomie zegt in het Oude Testament, kies de weg van het leven. Wij zeggen, kies de weg van de verrijzenis.